Cultuur scoort niet bij de Zeeuwse kiezer. Leefbaarheid in de dorpen wel. Nee, het verbaast me niks. Zeker niet omdat we hier in Zeeland te maken hebben met ontzettend veel kleinere dorpen ook. Waar de mensen graag willen wonen, maar die hebben dan ook graag wat faciliteiten en dat er een prettige leefomgeving is. En verder vandaag. Als kruisje halen na 2 jaar corona en al 300 kisten gedragen. Goedenavond. Wil je als lokale politicus flink scoren tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen? Beloof dan de kiezers niet dat je meer cultuur organiseert. Zeg in plaats daarvan wel dat je de kleine dorpen een oppepper geeft. Dat blijkt uit een groot opinieonderzoek dat Omroep Zeeland heeft laten uitvoeren. Over 2 weken is het zover. Dan mogen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Uit een enquête die wij hebben laten uitvoeren blijkt dat de Zeeuwen sommige onderwerpen belangrijker vinden dan andere. Op de vraag welke thema's of plannen spreken u sterk aan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, noemt 35% van de Zeeuwen een einde maken aan de winkelleegstand. Op 2 staat het lokale woningtekort oplossen met 51%. En op 1 staat de leefbaarheid van de kleine kernen op peil houden met 54%. Die leefbaarheid vinden Zeeuwen dus het belangrijkste verkiezingsthema. Maar waar moet je nu in het stemhokje op letten als je leefbaarheid op je dorp belangrijk vindt? Ad Leijnbach van de Dorpsraad in Leeuwendorp heeft wel een verkiezingstip. Kijk vooral wat de partijen voor de dorpen in een programma hebben staan. Zijn ze echt voor de leefbaarheid, voor de woningbouw die in die dorpen, dat gewoon op een goede manier gewoon voortgang heeft. En kijk ook van dat ze zullen zorgen dat gewoon de scholen, andere faciliteiten, dat die gewoon in stand gehouden kunnen worden als dat mogelijk is. En als ze zich daar sterk voor maken, ik denk dat je dan toch wel een goede keus kunt maken. En dan zijn er de onderwerpen die de Zeeuwen minder belangrijk vinden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Van de 7 onderzochte onderwerpen staat lokale oplossingen voor de klimaatproblematiek aandragen op plaats 6. Slechts 17% van de Zeeuwen vindt dit belangrijk. Van de onderzochte regio's scoort Walcheren hier trouwens wel hoger, met 25%. Helemaal onderaan het lijstje van prioriteiten bungelt het onderwerp het culturele aanbod in mijn gemeente verbeteren. Slechts 13% van de Zeeuwen vindt dit belangrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zeeuws-Vlamingen blijken nog minder met cultuur te hebben. Slechts 10% vindt dit een belangrijk verkiezingsthema. Ander nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen. Uitgezocht is hoeveel vrouwen er op de kieslijsten staan. In Zeeland is maar 27% van de kandidaten vrouw. En die staan dan vaak ook nog op lage plekken, op niet verkiesbare plekken. Op omroepzeeland.nl staan alle cijfers uitgesplitst per partij. Een verkeersbord hielp niet om te zorgen dat auto's langzamer rijden op de brug over de Middensluis in Terneuzen. Dus werd een trucje bedacht, een psychologisch trucje. Er zijn rood-witte barriers neergezet die de weg smaller doen lijken, al is hij dat eigenlijk niet. Er is een goede reden om het verkeer langzamer te laten rijden. De brug is oud en versleten, maar moet het nog een jaar volhouden totdat de nieuwe sluis klaar is. Het is Aswoensdag, de dag na carnaval. Dan halen katholieken traditiegetrouw het askruisje, zoals hier in de basiliek in Hulst. Het markeert het begin van de vastetijd tussen carnaval en Pasen. Het kruisje staat voor bezinning en boetedoening. Door de coronapandemie was het 2 jaar geleden dat mensen een askruisje konden halen. Ik ga ook weer de duim in de as duwen, zeg maar, dat op het voorhoofd van de mensen maken. Ja. Echt tekenen met een askruisje. Ja, ik ga een askruisje halen, dat doen we al jaren. Een askruisje halen, het kan weer. Ja, gelukkig wel. Het is toch een deel van het kerkelijk jaar, het hoort erbij. Het hoort ook een beetje bij carnaval. Heeft u heel het weekend carnaval gevierd? Nee. Ik ben sowieso geen carnavalvierder. Ik ben ook al wat ouder. En op de dag van vandaag moet je toch nog een beetje voorzichtig zijn met de coronaperikelen. Volle tribunes en gloeiende wangen van de inspanning. Vandaag werd in Oostkapelle het Zeeuws kampioenschap apenkooi gehouden. Basisschoolleerlingen uit de hele provincie gingen de strijd aan met elkaar en dat deden ze vol overtuiging. Superleuk, want ja, je moet gewoon
tikken. En dat is gewoon leuk. We moesten rondlopen en ik was ook nog één keer de tikker. Als je naar de overkant wilt, dan kan je met zo'n touw zwaaien. En je kan ook springen, maar dan, dat is wel heel moeilijk. Ik had er heel snel 3 getikt. Het is leuk, het is gezellig. Nou ja, je ziet het hier achter, maar er wordt gerend en getikt en gelachen. En ja, voor mij is het nu eigenlijk al wel geslaagd. 3, 2, 1. Team De Woeste Gorilla's heeft het Zeeuws kampioenschap gewonnen en ging naar huis met een gouden medaille en een zakje snoepbananen. Veel studenten werken in de horeca of in de supermarkt om wat bij te verdienen. Maar er zijn ook minder alledaagse bijbaantjes. Zo werken er vanuit Vlissingen zo'n 30 studenten als kistdrager bij uitvaarten. Dat doen ze in Nederland en ook in België. Heel veel mensen werken in de horeca of die gaan bij de supermarkt schappen vullen. En dit is toch echt wel iets dat je niet overal tegenkomt. Jos Schiek uit Domburg is student aan het Scalda in Vlissingen. Sinds een jaar of 5 werkt hij als kistendrager tijdens uitvaarten. Ik denk dat ik er wel een weekje over na heb gedacht van zie ik dit nou echt zitten. Maar ja, kennissen en vrienden van mij die zaten er al een tijdje in en die zeiden van ja, het verdient goed en het is eigenlijk ook heel leuk werk. De studenten worden via een bedrijf dat gespecialiseerd is in uitvaartpersoneel ingehuurd door een begrafenisondernemer. Dat betekent dat kleding erg belangrijk is. In Vlissingen hebben wij een zwarte dragersjassen met zwarte pantalons. En we hebben een iets moderner grijs pak met een zwarte overjas op. Tijdens een uitvaart valt het de mensen op dat de dragers jongeren zijn. Als wij specifieke opmerkingen krijgen over de leeftijd, vinden ze het vaak heel prettig. Dat we een stel jonge gasten en meiden dat zijn komen doen. En dat ze het ook heel mooi vonden wat we deden. Dat je ook merkt van ja, ik heb mijn werk goed gedaan. Zo'n 300 uitvaarten deed Jos de afgelopen jaren. Daar zaten ook bijzondere bij. Een tijdje geleden hebben we Tim uit Middelburg hebben begraven. Dat blijft je zeker wel bij. Ook in december hebben we een zeer vermogend iemand in België begraven. En ja, de beste man die werd in zijn eigen kerk begraven. Dus ja, dat zijn dingen die zijn wel bijzonder en dat herinner je je dan wel. Dragen in België gaat anders dan in Nederland. Een groot verschil is dat wij in Nederland met 6 dragers komen om een kist te schouderen. En in België doen wij dat met 4 mensen. Ook in België heb je geen handvaten aan de kist en in Nederland heb je dat wel. Dat zijn een paar van de dingen die het werk in België net iets anders maken dan in Nederland. Jos heeft nooit spijt gehad dat hij deze bijzondere bijbaan heeft gekozen. Nee, nog nooit. Want het werk is eigenlijk veel leuker en veel dankbaarder dan dat heel veel mensen bij zichzelf denken dat het is. Het verloop is groot. Het zijn tenslotte studenten. Dus als die klaar zijn met studeren, stoppen ze met hun bijbaan. En zo zijn er altijd wel nieuwe kistdragers nodig. De vereiste, 18 jaar of ouder. En je moet het uiteraard zien zitten, zo'n bijzondere baan. Het is deze week 2 jaar geleden dat de eerste coronamaatregelen werden ingevoerd. Met voor iedereen weer andere gevolgen. Het zorgde in ieder geval bij velen voor een ongekende opruimwoede. Het meeste ging direct de prullenbak in, maar er waren ook veel mensen die hun spullen aanboden op internet of naar de kringloopwinkel brachten. En dat hebben ze geweten bij onder meer Goed en Gebruikt in Goes. Hier hangen dan al de zomerjassen. Dat was klaar voor straks de wintercollectie eruit gaat. En ook hier is alles, deze kant, zomerkleding. Alles is netjes gesorteerd en nu er weer verkocht mag worden, slinkt de voorraad snel. Maar er was een tijd dat de winkel het aanbod nauwelijks aankon. Na de lockdown, die eerste dag, dat was dan 18 januari, ja, dan was het echt een hele dag stonden ze in de file te wachten om de spullen in te brengen. Ja, dan moet je ook wel eens selecteren dan de grote spullen, meubels en bedden en zo. Dan moet je gewoon een poosje even stil, de zaak stillen. De winkel moest de afgelopen 2 jaar meerdere keren een poos dicht. Toch is de omzet alleen maar gestegen. Mede dankzij de verhuizing naar een veel groter pand. In die andere winkel hadden we met 6.000, 6.500 hadden we een hele goede week. En toen zijn we hier gekomen. En toen zijn we eigenlijk nauwelijks nog onder de 10.000 geweest. En dat is niet alleen te danken aan de nieuwe winkel. Van Gilst merkt ook dat de interesse naar tweedehands spullen is toegenomen. Het is eigenlijk gewoon een hot item.
ogenblik de kringloopwinkel. En de mensen staan soms buiten, ze wel een half uur te wachten en staan ze net zo rustig te wachten en zijn ze blij dat ze de winkel in mogen. Bij de legpuzzelotheek in Westkapelle hoeven de mensen niet in de rij, maar het aantal klanten is de afgelopen 2 jaar wel gegroeid. We kregen van overal reacties. Het is niet alleen Westkapelle hoor, de deelnemers komen van heel Walcheren. Het is bedacht door het museum Het Polderhuis om in de lockdown toch nog wat extra's te verdienen. Mensen kunnen een stempelkaart kopen waarmee ze 10 puzzels kunnen lenen. Ik krijg nu alweer mensen die hebben de kaart vol. Die hebben al 10 keer geleend en teruggebracht. Ik heb al nieuwe kaarten verkocht, een paar weken geleden voor het eerst. Het neemt toe. Zet maar op de tafel hier hoor. Ja, prima. Een van die nieuwe klanten is Herman van den Bos uit Middelburg. Ik heb zelf heel veel puzzels thuis liggen. We hebben er ongeveer 100. Het is ook meer een alternatief voor niet de hele avond voor de televisie te zitten. Want ja, wij zijn geen seriekijkers, net als mensen die de hele avond Netflix zitten te bingen. Dat vinden wij helemaal niks. Ook vaste klant Joke maakt liever een mooie puzzel. Ze komt bijna wekelijks naar de vaste ruildag op woensdag. 2 puzzels inleveren en 2 puzzels weer mee terug. Omdat het me toen leuk leek in coronatijd, was er echt bijna niks mogelijk. Dus toen dacht ik van nou ja, dan is dat leuk voor in de wintermaanden om wat te doen. Ondanks dat de maatschappij weer langzaam open gaat, verwacht Van Rooyen wel dat de puzzelruil blijft bestaan in het Polderhuis. Dit is natuurlijk een ontmoetingsplaats. En dat is geweldig. In de zomermaanden is er een stop, maar de echte puzzelliefhebber kan dan altijd nog terecht in de kringloopwinkel. Aan zee was het vandaag nog tamelijk bewolkt. Meer landinwaarts was het zonnig. Het werd 10 à 11 graden. Vannacht wordt het koud en is er op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen overwegend zonnig en vrij zacht qua temperatuur. Na morgen wordt het langzaam kouder. Ja, en tot slot, carnaval is geweest. Dat zagen we net, de askruisjes zijn gezet. Bonuscarnaval werd het ook wel genoemd. Niet meer op gerekend, maar het kwam dit jaar toch. Ga naar onze website als je nog even wilt nagenieten. Of misschien heb je dit jaar, uit corona-overwegingen wellicht, niet meegedaan. En wil je toch een korte indruk krijgen van hoe carnaval gevierd werd in Zeeland. Tot zover. Een fijne avond gewenst.